our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. En jullie zien, Willy's ook weer in huis, dus helemaal weer toppie. Dag Willy. Hoi. Hoi, shit. En de meiden, ja, die zijn uiteraard weer gek. Ik moet nog wel met ze uit, maar het heeft er net gespoeld. Drukke middag. Want ja, Willy is geweest, dat weten jullie. Die is inmiddels alweer weg. Maar dat ze er nog was, kwam Erwin binnenstappen. Ik was helemaal vergeten dat hij vanmiddag zou komen. Maar dat doet er niet toe. Dat is ook gebeurd. Hij is ook alweer weg. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En jullie zien het. Willy is ook weer in huis. Dus helemaal weer toppie. Dag Willy. Hoi. Hoi, shit. En de meiden, ja, die zijn uiteraard weer gek. Ik moet nog wel met ze uit, maar het heeft er net gespoeld. Nou, dat wil je niet weten. Daar wil geen hond doorheen. Nee, echt niet. Of niet dan? Ja, dat is zeker. Ja, ik wou net zeggen, het heeft echt giga gespoeld. Maar ja, we weten het allemaal, hè. Het zijn van die chemicaliën, regenbuien, het is niet gezond. Het is niet van moeder natuur, het wordt allemaal maar weer gemaakt. Ja, dat is nog wel weer eens een keer duidelijk geworden door een of ander heel leuk filmpje wat ik alweer rondgedeeld heb. Behalve niet op Facebook, want ik moet eerst weer even het een het ander verwijderen op Facebook voordat ik dat ga plaatsen. Ja. Want wie weet wordt het weggehaald en dan word ik geblokt en dat is niet de bedoeling. Nee. Nou ja, we gaan dus eerst een bakje koffie en ik moet even een handtekening onder een brief zetten. En dat gaan we ook doen. En dan na de koffie de meisjes even uitlaten. Ja, althans, ik hoop dat het dan wel droog is. Want ze willen er echt niet uit, hoor. Nee. En ze zijn nou net wel een paar keer even in de tuin geweest achter elkaar. Eerst de een, toen de ander, toen allebei tegelijk. Dus ja. Komt allemaal goed, lieve vrienden. We gaan gewoon er lekker tegenaan. En dan komt het helemaal wel goed. Ja. Ze zeggen, geniet van je dag. Slecht weer of geen slecht weer, geniet gewoon van de dingen die jij gaat doen en wat de rest gaat doen, moeten ze voor zichzelf weten. Geniet gewoon van je eigen dingen. Ze zeggen tot later. Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer even. Ja, drukke middag. Want ja, Willy is geweest, dat weten jullie, die is inmiddels alweer weg. Maar dat ze er nog was, kwam Erwin binnenstappen. Ik was helemaal vergeten dat hij vanmiddag zou komen, maar dat doet er niet toe. Dat is ook gebeurd, hij is ook alweer weg. Ook heb ik visite gekregen, maar die wil eventjes nou niet in de vlog. En dat gebeurt ook niet, ik weet waarom, wat de redenen daarvoor zijn. Dat komt wel weer goed, dat diegene er weer in komt, maar vandaag even niet. Nee, dat doen we maar niet. Maar Elwin die legt lekker te slapen. Ja, echt wel. Hé, dametje van het goede leven. En daar hebben we Rijka. Die ligt hier lekker te slapen. Hé, kind. En Kandolf is naar boven. En ik hoor allemaal meeuwen krijzen. En toen was hij stil. Nee. Ze krijgen best. Met andere woorden, het is slecht weer boven zee. Hè, Rijka? Of niet dan? Rijka die denkt ook bij zichzelf, bekijk het allemaal maar. Nou, zo zou ze ook denken, schat. Ja. Dus, nou, ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder. De schutting wordt weer droog. Want het zonnetje schijnt zomaar. En daar ben ik wel weer blij mee. Ja. Ik hoop dat de regen nou eens een keertje verdwijnt. Want ik heb er helemaal geen zin in. Nee. Nou, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, het is alweer laat genoeg. Want het is al
18:44 uur, loopt tegen 7 uur aan. En ik heb net even de bank gedaan, want die zag er niet uit. En daarom ben ik een beetje van me apropos, maar ik zie nog wel weer wat hangen, wat ik niet fijn vind. En daar nog wat. Zo, maar ik heb laken uitgeklopt en al, dus ja, helemaal weer goed. En die lucht boven zee die eraan komt, o jee, die is lekker donker, en het zonnetje schijnt. Maar daarom komt een bui aan, zoals jullie zien. En ja, daar schijnt de zon. Ja, kanon. Echt donker. Ja, en daar ook, echt donker. Dus ja. En wat gaan we nou doen? Nou ja, ik ga eten. En daarna, als het goede tijd of slechte tijd is geweest, ga ik met die dames uit. En daarna ga ik een vlog in elkaar zetten. En halverwege de avond dat ik die meiden dus ongeveer heb uitgeladen, dus hoeven vannacht niet als het al regent. En anders hebben ze de tuin even tussendoor de buien heen tot hun beschikking. En die daar, die heeft het koud, die lag te rillen. Lag je te rillen, Keet? Hé, je komt net binnen, hè? Je bent buiten geweest ook. Ja, het is buiten koud, hè? Ja, kind. En ik zal je zo meteen een kamdoei haar inhalen. Ook dat nog, want je ziet er niet uit. Gaan we eerst doen. En dan gaat vrouwtje eten. Ja. Helemaal een strak plan. Ja, en die hoeft niet, hè? Nee, is nog niet zo nodig. Hè? Het verharen van jou valt ook wel mee. Momenteel, dat valt 100% mee, het verharen. Maar die, die ziet er gewoon niet uit. Moet even een kammetje door, hè? Meisje lief. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. En daarna ga ik eten. Wat gaan we eten? Ja, ik had een kant-en-klare maaltijd. Even koekeloeren. Hoppala, die zit dus zo voor kant en klaar. Het pak met een runde lapje. Lekker. Ja, vind ik wel lekker. Ben ik wel aan toe. Lekker, stampotje. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles. Geniet een beetje met deze dames mee. Doedeliedokies. Ja, lieve vrienden, het is alweer 18 minuten over 2. Het is tijd om naar bed toe te gaan. De televisie is al uit. En we gaan lekker slapen. Het is slecht weer. Niks anders dan regen. Het is wel even droog geweest, maar voor de rest hetzelfde dan bij jullie, denk ik. Ja, maar het maakt niet uit. We gaan lekker slapen. Ik zou zeggen, welterust allemaal, lieve vrienden. Geniet van jullie nachtrust. En jullie weten dat God die houdt over ons allen de wacht. En daarom zeg ik gewoon graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei.